Hoi, ik ben Joliene van Schatteiland. In deze filmpjes vertel ik je wat je altijd al wilde weten over de ondernemingsraad. Organisaties zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Ze zijn flexibeler, complexer en ook internationaler. De OR is daarentegen sinds de 70's niet meer veranderd. Veel organisaties willen medezeggenschap dichter naar de medewerker brengen en experimenteren met nieuwe vormen als kernondernemingsraden, strategische groepen of directe participatie. Hoe kan je als moderne OR nou meegaan in deze ontwikkeling? Wacht niet af tot de bestuurder of de achterban over vernieuwing begint, maar probeer deze tips. Tip 1. Organiseer eerst jezelf. Ondernemingsraden zijn eigenlijk te weinig bezig met hoe ze zelf georganiseerd zijn. Het is een gewoonte dat de OR eens in de zoveel tijd bij elkaar komt en dan urenlang gaat vergaderen. En soms met 10 tot 20 mensen tegelijk. Maar wie maakt zich nou echt zorgen over de snelheid en de kwaliteit van de besluitvorming? De bestuurder. En wie maakt zich echt zorgen over de zichtbaarheid en de betrokkenheid van de achterban? De achterban. En de OR kan veel effectiever zijn door rollen, onderwerpen en taken beter te verdelen. Door bijvoorbeeld minder lang en effectiever te vergaderen. Je hoeft ook niet steeds met de hele OR bij elkaar te komen. Een stevig DB of een kern-OR kan effectiever werken. En tuig ook niet de hele batterij standaardcommissies of onderdeelcommissies op die standaard bij elkaar komen. Maar kies een paar strategische onderwerpen en laat goed gekwalificeerde OR-leden of medewerkers aan de slag gaan met een duidelijke doelstelling. Tip 2. Wees transparant naar de achterban. Het wordt wel gezegd dat het de achterban allemaal weinig kan schelen waar de ondernemingsraad mee bezig is. Nou, misschien heeft de achterban door gebrek aan communicatie niet aan kunnen haken. En misschien is ze door eerdere ervaringen afgehaakt. En van de nieuwsbrief op intranet worden ze ook niet warm. En het draagvlak voor de OR brokkelt daardoor af. En mensen willen niet meer investeren in OR-lidmaatschap. Althans, geen mensen onder de 50. Dus vertel beter wat de ondernemingsraad aan het doen is. Zodat medewerkers zich betrokken voelen. Vergader wat minder en ga meer naar de medewerkers toe. En vraag constant om feedback over wat de achterban vindt dat de OR beter kan doen. Tip 3. Nodig mensen uit om mee te doen. De tijd dat de OR het alleenrecht had op medezeggenschap is aan het verdwijnen. In steeds meer organisaties worden de verantwoordelijkheden steeds lager neergelegd. Er verdwijnen lagen met managers, de medewerkers zijn directer verantwoordelijk voor het resultaat en werken steeds meer in zelfsturende teams. En in deze trend past ook een nieuwe vorm van medezeggenschap die lager in de organisaties belegt. Dus laat medewerkers actief meedenken bij bepaalde onderwerpen. Er zijn organisaties waar de directe medezeggenschap succesvol is georganiseerd met denktanks of strategische groepen, waarin uiteraard ook OR-leden meedoen. En de OR besluit uiteindelijk zelf, maar wel op het advies van de medewerkers. En de rol van de OR is hier veel meer het faciliteren van de medezeggenschap. Tip 4. Let wel op je basisrechten. Soms gaat het allemaal wel heel snel met het vernieuwen van de medezeggenschap. Bestuurders zeggen soms dat de OR zichzelf overbodig zou moeten gaan maken door directe, op de werkvloer georganiseerde medezeggenschap. En daarbij vergeten ze even de WOR en de functie van een apart orgaan dat tegenwicht kan bieden tegen de bestuurder. En voor bestuurders speelt het kostenaspect ook mee. En dat is toch een minder zuiver motief voor vernieuwing van medezeggenschap. Kijk dus uit voor het inleveren van OR-leden, voor het afzien van instemming of advies bij bepaalde onderwerpen of het afzien van faciliteiten zoals OR-tijd of scholing voor de ondernemingsraad. Want als die nieuwe vormen van medezeggenschap toch niet blijken te werken of er komt een andere bestuurder, dan is het best wel moeilijk om deze rechten weer terug te krijgen. Tip 5. Zoek en benut andere competenties. Vernieuwing van medezeggenschap vraagt om andere competenties zoals netwerken, innovatievermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgerichtheid en daadkracht. En ga eens na in hoeverre deze competenties nu in de OR aanwezig zijn. En deze competenties zijn, voorzichtig gezegd, niet op het lijf geschreven van de meeste OR-leden. En dat betekent dat je als OR serieus moet gaan werken aan het ontwikkelen van deze competenties. En je kunt een heel eind komen met goede OR-trainingen. En verder zal de OR in verkiezingstijd actief de boeren moeten gaan om geschikte en vaak ook jongere mensen te vinden. Door de OR aantrekkelijk te maken, kan langzaam een nieuw soort OR-lid opstaan. Tot zover mijn tips. En hopelijk heb je er wat aan. Wil je meer weten? Kijk dan mijn andere filmpjes of kijk op www.schatteiland.com.